Hey, hallo! Hopelijk gaat alles goed met jou. De laatste weken zijn we door de coronacrisis plots allemaal uit onze comfortzone gehaald, hè? Iedereen in het gezin werd plots gevraagd om binnen te blijven en van thuis te werken. Wat maakte dat jij en je broer en of zus en je ouders plots dagelijks dezelfde ruimte en oppervlakte moesten gaan delen? Ik hoorde van velen dat het een ware zoektocht was om evenwicht te krijgen tussen spanning en ontspanning, maar ook in het vinden van een sterke leerplek. Daarom maakte ik dit filmpje. Ik zet voor jou graag nog even enkele tips op een rijtje, zodat je weet wat een succesvolle leeromgeving nodig heeft. Een goede leeromgeving is meer dan in het bezit zijn van een computer die werkt. Online kunnen gaan is super, maar dat dekt niet het hele plaatje. En tegelijkertijd zorgt het internet misschien ook voor extra afleiding. Zo zal je thuis misschien nog enkele stoorzenders zijn tegengekomen die je op school niet echt had. Geluiden, geuren of spanningen zijn nu plots voelbaar en laat dat nu net misschien zijn wat je als student niet nodig hebt. Leren is namelijk een totaalbeleving die al onze zintuigen treft en die ons bij de minste afleiding in de war kan sturen. Want geef toe, wanneer iemand gamet, kookt, stofzuigt of een meeting heeft in dezelfde ruimte waar jij moet werken, dat dit jou uit de concentratie kan halen. En dan heb ik het nog niet eens over je buren of je eigen grootste struikelblok misschien, je smartphone. Maar ondertussen weet je natuurlijk al dat je deze beter uitzet als je aan het werk gaat, hè? Hoe kan je er dan voor zorgen om, ondanks dit alles, toch een krachtige leerplek te maken thuis? Ten eerste ga je best voor een plek afgezonderd van andere familieleden. Een soort bubbel voor jou alleen. Een hoofdtelefoon kan hierbij misschien helpen. Goede en duidelijke afspraken zijn hierbij wel een must. Dit kan bijvoorbeeld aan de ontbijttafel ter sprake komen en meteen genoteerd worden in een planning. Een bordje niet storen is altijd handig natuurlijk en geeft meteen duidelijk aan dat je nu even geen tijd hebt. Wanneer je een groot gezin hebt of je geen eigen bureau hebt, werk je misschien aan de eettafel samen met anderen. Een symbolische en tijdelijke afscheiding kan hierbij helpen. Tape of een kartonnen wand kunnen aangeven dat dat jouw leerplek of kokon is voor dat moment. Wanneer je je kamer deelt met een broer of zus, spreek je vooraf best af wie op welk moment de kamer zal gebruiken, rust nodig heeft en dus ook zal krijgen. Ook bij het delen van eenzelfde computer voorzie je best een schema en met andere pauzemomenten doorheen de dag. Eens de plaats bepaald is, is het belangrijk om die plek een eigen touch te geven. Je eigen schrijfmateriaal bij de hand hebben, een klasfoto of motiverende quote maken het persoonlijker en dus van jou. Eens dit allemaal duidelijk is voor heel het gezin, ben jij de baas over jouw leerproces. Dit vraagt natuurlijk inzet en doorzettingsvermogen. Maar aangezien dat op school lukte, lukt dit jou ongetwijfeld ook thuis. Ik vergelijk leren eens met autorijden. Je leerkrachten bepalen de route en geven aan op welke plaats je beter even halt houdt onderweg. Jij bent de chauffeur en bepaalt hoe snel je bij je eindbestemming aankomt. Het leren geeft je net zoals een auto veel mogelijkheden binnen handbereik en de vrijheid om nieuwe dingen te ontdekken. Maar het geeft jou ook verantwoordelijkheid. Belangrijk om te weten is dat je er natuurlijk niet alleen voor staat. Er zijn heel wat mensen die voor je klaarstaan. Je klastitularis, je leerlingbegeleider, de leercoach, zorgcoördinator, het CLB, noem maar op. En uiteraard ook de leerkrachten. Zij voorzien les- en chatmomenten online en je kan ze ook altijd mailen. Corona heeft ons misschien allemaal even uit elkaar gedreven, maar ooit mogen al onze bubbels weer eens één grote bubbel vormen. Dus nog even volhouden. En last but not least, denk ik dat het beste wat corona ons gebracht heeft, hetgeen is wat ik leerlingen nu hoor vertellen. Namelijk dat ze niet naar school moeten, maar naar school mogen. En met deze mooie woorden zijn we dan ook aan het einde gekomen van dit filmpje. Hou je goed en tot snel.